regionale waterkeringen, primaire waterkeringen, extreme neerslag of droogte. Wie heeft er anders ingevuld? 1, 2, 3, 4, dat is klopt. Oh, dat was alleen een soort vraag. Ja, de belangrijkste reden is het is voor zowel primaire als regionale waterkering. Oké, okay, allemaal. Ja, dus, heel goed. En ik hoopte misschien ook nog wel. Nou, voor mij is het ook met name. Waar zitten hier risico's in? Ik kan me bij Delfland bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat inderdaad met die veendijken voor de regionale keringen, dat daar veel grotere, de grootste risico's zitten. Of de grootste kans dat het gebeurt. Zeker. Terwijl het ja, voor ons veel meer de primaire keringen zijn. Dus. Was ook nog anders? Nee? Ik heb anders. Hij is meer vanuit een ander perspectief, vanuit het plaatsmanagement. Want die geeft natuurlijk uiteindelijk een beeld weer van wat er aan de hand is. Ja. Maar dat beeld kan alleen goed zijn als de basis goed is. Ja. Ja. Dus jij hebt ook heel veel geïnvesteerd in. Ja, ik heb er alles op ingezet. Ja. Die 500, die. Ja. Er waren geen 500 van mij, ik had ook in mezelf. Oké, wil nog iemand iets toelichten over primaire en regionale waterkeringen? Ja, dat is van de hand, denk ik. Wil er iemand iets over aanvullen? Dan gaan we door naar de volgende stelling. Ja, redelijk unaniem, hè? Alle drie. Dat is gelijk, dat is zowel hoog water als droogte, primair en regionaal. En ook het dagelijks weer, hè? Dus ambitieus, denk ik. Wil iemand er iets over toelichten? Vindt iemand dat het niet bij alle drie hoort? Nou, ik heb gekozen omdat ik zeg maar dat dagelijks weer vind er minder bij zit. Dus daarom heb ik niet voor alle drie gekozen. Ja, dan moest ik gaan kiezen tussen de bovenste twee. Oké. Die stond niet waar. Maar het begint bij het dagelijks weer. Oké. Ja? Of dat het constant inzicht, ja, ik moet het wel inzicht hebben, maar of je die daarvoor moet gebruiken, dat vind ik dan. Oké. Want? Ja, nou, voor mij is dat ook een beetje ja, het gevoel van, het is meer zeg maar, je dagelijks inzicht dat je tijd voor en dat ja, je kunt beoordelen. Maar voor mij, met name zeg maar, richting de crisissituatie, ja, daar, op dat moment wil je juist ja, dat inzicht hebben van, ja. Hé, nu verandert er iets en dan ten opzichte van. En dan kan je spelen. Ja, zeker. Maar als je het gebruikt voor inspecteren en zo, hè, of om jaarplannen te maken, een beetje een case van volgens ons nodig kwartier, we moeten hier wat meer op letten. En vandaag, als ik kijk wat, hè, hoe we uiteindelijk aan de normen moeten. Zie je daar ook een... Nee, dat klopt wel. Okay. Als basis al inderdaad. Oké. Maar we hebben in de tussentijd ook een uitslag. Ja. Toch? Ja. Henk heeft geteld. Ja, ik denk ik tel nog even aan elkaar op om te kijken dat niet echt iemand van de andere stoelen geld heeft gepakt. En, het is redelijk eerlijk gebleven volgens mij. Ja, er heeft maar één iemand dat gedaan, toch? Gaat u? Ja. Denk op één het beheersoordeel, denk ik, hè? En op twee eigenlijk een beetje een clustering, hè? Informatiemanagement, instandhouding, inspectie, rekenregels en schematiseren. Daar is echt een score als informatiemanagement nummer 2. En ja, toch duidelijk onderaan de duiding over kansen en risico's en mee leren werken. En de crisisbeheersing. Dus dit is wat ja, hè, waar wij denken ons geld te verdienen. Volgens mij moeten we inzoomen op een beheerdersoordeel. Handig. Wat ik wel opvallend vind uit deze opslag, aan deze uitslag, is dat alle pitches gingen eigenlijk over crisisbeheersing, of behalve die we Noorderkwartier geloven. Terwijl die hier door de zaal als laagste gescoord wordt. Is daar een verhaal aan te hangen? Nou, ik denk dat de pitches ook gingen over het beheerdersoordeel. Hè? Over hoe je nou de data en de kennis van de modellen confronteert met de kennis van de beheerder. En dat gebruik je natuurlijk ook binnen de crisisbeheersing. Hè? Dus dat, maar ja, het wordt steeds gelinkt aan crisisbeheersing. Ja, dus de toepassing wordt wel, in ieder geval in de case bij Rijn en IJssel, ook bij jullie, bij de Vierland, wordt die wel gelinkt aan crisisbeheersing. Maar
daar zit ook het beheerdersoordeel, denk ik wel, ontzettend in. Ja, ik vind dat ook wel boeiend. Wij zijn namelijk ook met een paar andere dingen bezig geweest. Dus onder andere ten aanzien van piping in een werkplaats. Maar ook voor de Hondsbroeksplei hebben we ook al bij vrij lage waterstanden zandmeevoerende wellen. Daar hebben we ook helemaal doorgelopen met best een grote groep. Om echt te snappen wat dat is. En je, we hebben gewoon een lastig verhaal. Dat is ook, daar moet, daar, en heel concreet willen we daar gewoon avondplan voor hebben. Maar we moeten het ook gewoon uit kunnen leggen. Dus ik denk, als je nou hebt over beheerdersoordeel. Ja, de rekenregels en de kennis van de beheerder moeten ook bij elkaar komen. En mensen hebben nog steeds 95 in het hoofd. Maar dat is al tijden geleden. Ons gebied is veranderd. Dus ja, we moeten begrijpen wat er gebeurt. Ja. Ja, volgens mij is het beheersoordeel bij jullie ontzettend belangrijk geweest. Hè? Want als je naar 95 kijkt, dan zou eigenlijk alles gefaald moeten hebben op basis van piping. Ja. Nou, dat heeft het niet gedaan. Nou, even kort door de bocht. Ja, grotendeels. Ja. Dus er is op basis, om het toegankelijk te maken voor kiesbeheersing, is eigenlijk die, aangevuld met een expertinschatting. En dat heeft geleid tot een soort klassificatie waar deze waterstand verwacht dat dit de kwetsbaarheid is van de verschillende keringen. En dus dat daar... misschien wat onderbelicht, zeg maar, maar dat is wel denk ik overal gedaan. Ik zie het vooral als volgens mij is dus de rol van de beheerder ontzettend belangrijk om hierin goed mee te nemen en zo interpreteren deze uitkomst. Vindt nog meer iemand iets opvallend hieraan? Ben je zo oud of niet? Nee, ik denk zo. Je deed zo, ja. Is het te ver weg? Nee. Ik vind het beheerdersoordeel erg belangrijk, omdat de beheerder dan eigenlijk het hele systeem moet kunnen overzien. En dus de toetsmethodiek, maar ook vanuit de praktijk, het gedrag van de kering, dat komt dan allemaal samen. En het is belangrijk dat de beheerder dat in zijn vingers heeft. Ja. Daarom heb ik ook enigszins een beetje fraude gepleegd en de score omhoog geholpen. Ja, ja. Je had zelf de indicatie gegeven, dus ja. Ik had het gegeven, zeker. Misschien... Vrijheid nemen als je die krijgt. Ik vind beheersoordeel, ik weet niet hoe dat hier precies bedoeld is, maar ik zie wel heel echt de link met informatiemanagement. Want vroeger kennis van een dijk door rond te lopen, decennia terug. Nu kennis van een dijk van je areaal door ook met data te werken. Ja. En om te gaan met meetgegevens en misschien wel data van andere waterschappen. Ja. Dus het beheerdersoordeel is natuurlijk ook een moving target, zeg maar. Ja. Doordat we steeds meer weten, meten en daar wat van moeten vinden. Ja. Als ja. het zo bedoeld is, dan snap ik de score. Ja. Ja, ik zie wel echt een combinatie met het omgaan met informatie, data en het duiden daarvan in de dagelijkse praktijk. We gaan naar de stelling over het beheerdersoordeel, want dat gaat deze discussie denk ik helpen. Ja. Waarom zouden we moeten investeren in het beheerdersoordeel? Jullie krijgen vier smaken. Oké, interessant. Er zijn twee smaken. Eén zegt we moeten leren werken, de kleinste groep zegt we moeten investeren in het beheerdersoordeel. Om eigenlijk dat de beheerder ook zijn kennis verrijkt. Hè? En de blauwe zegt van zowel rekenregels als beheerder, die moeten het eigenlijk eens zijn met elkaar. En daar moeten we naartoe. Wie heeft rood ingevuld? Wie wil dat toelichten? Wout? Ja, gewoon met argumentatie. Die extremen die zijn dermate extreem dat je dus... daar kun je niet genoeg kennis over opdoen. We hebben nou een storm meegemaakt of een hoogwater wat er echt toe doet. En iedereen heeft over 93 en 95 en over 1953. Dat zijn hele frequente situaties en die zijn dan wel extreem. Dus je hebt gewoon heel weinig kennis van die extreem. Ja. En geldt dat dan ook niet voor de rekenregels? Maar dat is het hele punt. We doen natuurlijk een stinkende best vanuit de dagelijkse situatie. Zo goed mogelijk die andere model in te schatten hoe dat met de extreme is. Maar het staat over hen dat het rood blijft altijd een aandachtspunt. Ja. Ook voor de regionale keren?
Nou, regionale kering iets minder, hè. Het hangt een beetje vanaf over wat voor soort je hebt, maar Hoevenbaard de kering is natuurlijk heel dichtbij de maatgevende situatie. De rekenregels in deze klinkt wel interessant. Als je ziet in de context van continu inzicht, moet je in het kader van continu inzicht dan investeren in rekenregels, vraag me af. Die rekenregels, zijn andere platformen voor om dat goed te doen. Vraag me af of je binnen continu inzicht iets mee moet willen. Goeie vraag. Heeft iemand daar een mening over? Leo, denk je? Hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, goed. Met name voor piping in ons gebied. En het gebied van Gert trouwens. Kijk, nou, we constateren dat het valmechanisme zoals het er nu in zit, dat beschrijft op zich redelijk goed wanneer de zatmeevoerende wel optreden. Maar we zien dat we nog meters daarboven kunnen keren. Nou ja, het huidige vuilmechanisme is een goed vertrekpunt voor de dijkverbetering. Maar voor calamiteiten voor de komende 30 jaar, wil je eigenlijk het stapje erna weten wat daar gebeurt. Welke veiligheid je daar nog hebt. Ja. Ja, en dan kan je wel de vraag stellen van, is dat nou iets wat inderdaad in het boy of in het continu inzicht hoort. Maar dan is het op een gegeven moment ook met welk doel doe je dit. Hè? En dat vind ik ook bij continu inzicht. Je kan dit doen voor je aanvalsplannen, je noodmaatregelen. Maar je kan ook doen van wanneer moet je gaan evacueren. En daar kan je ook misschien verschillende kleuren voor moeten gebruiken. Andere indelingen. Ja, dus wat we hebben gedaan, dus geclassificeerd. Hè? Dus het is een beetje het punt van die duiding van die kansklassen. Hè? Dus wij hebben gezegd om het uiteindelijk toegankelijk te maken in het werkproces. Hè? Dus zeker in de crisisbeheersing hebben we vier... codes, dus van veilig tot en met kritiek en twee klassen ertussen. En uiteindelijk kom je in zo'n code en dat bepaalt jou in feite het handelen wat je gaat doen. En op basis van jouw kansenschatting en beheerdersoordeel, die twee samen, dus maak je in feite de keuze voor waarin je terecht komt. Ja, mijn antwoord op jouw vraag zou zijn, als wij dus die dijk die blijft hetzelfde, dus als wij faalkansen uitrekenen voor een beoordeling, dan zou je dat als je dagelijks moet vertellen van hoe ligt jouw kering erbij, ja, dan zul je toch gebruik maken van dezelfde kennis. En het is heel raar als we dan andere antwoorden gaan geven. Hè? Dus ik denk dat het, absoluut, dat het raar zou zijn als dat het zo zou moeten zijn dat we die rekenregels misschien op een versimpelde manier, nou ja, toepasbaar kunnen maken. Maar dat moet dan wel matchen met het beeld van de beheerder. Hè? Dus dat het duidelijk niet zijn. Of dat er ook situaties kunnen optreden die niet in een modellen zitten, dat zal altijd zo blijven, hè? Maar daar kun je het dus aanpassen. Jaap heeft er denk ik ook wel een... Nou, ik moet even denken aan een workshop die ik een aantal jaren geleden samen met Freddy mocht leiden, waar een 20-tal of 25-tal techneuten in de zaal zaten, gewoon ook van Deltares, HDV misschien wel. En mijn eindvraag was, als er nou een crisis is en je moet je modellen gebruiken, of je gebruikt een inspecteur op de dijk, waar vertrouw je dan op? Unaniem stemden ze voor de inspecteur. En ik denk dat dit de kern van dit probleem is. Dat er nog onvoldoende vertrouwen is misschien in de rekenregels op het moment suprême. Ja. Ja. En hoe kijk je dan wat Wout zegt? Hè? Van, maar voor de beheerder, die heeft die hele extreme situaties natuurlijk ook niet meegemaakt. Zeg maar. Ja, maar die rekenregels misschien ook nog niet. Ja. Dus dan blijft hetzelfde probleem. En de inspecteur buiten, mits je goed opgeleide inspecteurs hebt die op dat moment nog in staat zijn te inspecteren na 5 of 10 dagen op water. Ja, dan hoop je dat die de probleempunten signaleren. Daar gaat het om. Dat koeienpaardje waar het water opeens over de dijk stroomt zit in geen enkel model. Maar daar treedt wel de eerste erosie op. En daar, dat moet je bij elkaar zien te krijgen. Even de aanvulling bij de start van het inspectie na verkeringen. Was eigenlijk de aanleiding was 2003 Wildnis. En toen was de gevleugelde term dat het maar afgelopen moest zijn met de middeleeuwse inspectiemethode. Gaan we nu gebruik maken van nieuwe technieken en zo. En uiteindelijk bleek dus dat de mens toch de beste inspectie in zich had. En om het helemaal uiteen te rafelen in stappen, zodat je daar ook
schematisch wat men procesmatig wat men kan, dat was een hele klus. Maar als de mens op de dijk komt, dan ziet hij en handelt hij gelijk als dat zo is. En dat wil niet zeggen dat je daarmee altijd een superieure oplossing hebt. Maar voordat je dat in systemen te pakken hebt, ben je alweer wat verder. Dus ik snap het punt dat je ook in extreme situaties toch in principe op de mens vertrouwt. Wil niet zeggen dat je daarmee dus alles wat aan rekenregels is en zo overboord moet kieperen, want daar kunnen juist weer inzichten uitkomen die je in het veld weer niet hebt. Dat is altijd aanvullend. Ja, ja, het gaat een beetje om de confrontatie van die twee. Ja, en daarom is het of is eigenlijk een vervelende keuze in dit verhaal, of de mens of de machine. Volgens mij is het altijd en-en. Ja. Want ik heb ook nog wat dijkinspecteurs meegemaakt dat ik dacht van nou, maar die zijn te veel ingesleten in hun eigen situatie. Ja, dat is blauw dus. Kees, je had ook nog een vraag. Het evenwicht tussen de theoretische toetsingsmodellen en de kennis van onze collega's in het veld, daar zoek je naar, maar ik had mijn telefoon niet bij me, dus ik had eigenlijk willen zeggen anders. Waarom investeren in het beter beheerdersoordeel? Beheer is meer dan alleen theoretisch rekenen en inspecteren. Het is ook met je omgeving praten en wij hebben nu gestructureerd naar structureel al een paar jaar overleg met netwerkbeheerders. We hebben toezichthouders opgeleid om hun werk te controleren. En dan blijkt dat in 40% van de gevallen in het buitengebied iets anders wordt gedaan dan in de vergunning staat. En dat vormt een enorm risico voor onze keringen. Dus er is veel meer wat je tot een goede beheerder maakt. En die zoektocht, die boeit mij enorm, want we rapporteren er ook nauwelijks over. De rapportages gaan over primaire keringen, over toetsen, normeren en verbeteren. En hoe ver je daarmee bent, voor de regionale keringen geldt dat naar de provincie toe bijna hetzelfde. En je vindt bijna nergens terug, waar doe je allemaal nog meer en wat is er gebeurd met droogte en wat is er gebeurd met heel veel wateroverlast. Terwijl je daar als beheerder je professionaliteit ook bewijst. En je komt niet aan het licht van je imago en laten zien of je een goed professioneel beheerder bent. Dat zijn wel, daar heb je misschien wel 6-7 instrumenten voor. En we focussen ons hooguit, nou eigenlijk de laatste 10 jaar vooral op het normeren, toetsen en verbeteren. Goed, maar ik vind het geen compleet beeld. Dus daarom zou ik heel zwaar investeren in veel breder beheerder. Ik vind het een hele goede aanvulling, want wat ik ook zie bij ons waterschap, ik loop daar al een paar maanden rond, juist ook dat eerste lijst toezicht zeg maar even van de onderhoudsmensen. Die buiten dingen zien, die dat dan melden. En dan komt eigenlijk het beheerder van de dijk pas in beeld. Dus je hebt een veel groter populatie aan medewerkers, zeg maar, die dingen buiten zien en waarnemen. Dus, en als je daar als je daar in je cyclus goed mee werkt en processen goed omschrijft, een beetje aan waar die zorg ligt, dan is dat voor een toezichthouder, krijg je een veel beter compleet. Een veel beter beeld. Dus wij gaan in de waterveiligheidsrapportage over 2018 ook over 2000 kilometer regionale keringen wat zegt. En al is het maar 2 à 4. Het is heel belangrijk dat je iets laat weten wat je daar allemaal nog niet gedaan hebt. Hoeveel geld daar naartoe gaat, hoeveel manuren. Er lopen bij ons 100 mensen buiten, iedere dag. Ja, we hebben het wel eens gekscherend zorgplicht 3.0 of zo genoemd. Hè? Dat je dan dus processen veel meer vanuit risico-optiek gaat toevoegen. Ik wil even teruggrijpen op het plaatje wat ik in het begin liet zien van bij de korte introductie van het inzicht met de twee beheerdersoordelen. De beoordelen die we noemden, eentje ieder jaar en eentje tijdens de crisis. En eigenlijk bij het idee achter het oordeel van ieder jaar is dat dat blijkt tot een set basisgegevens waarin al dit soort ervaringen uit het veld zijn verwerkt en dat dat de basis is voor jouw handelen later bij een hoogwater of voor de jaarplannen die je gaat maken. En dat is natuurlijk wel een beetje de blue sky zeg maar die we dan die je ziet zeg maar, omdat dat je niet alleen vertrouwt op de modellen maar ook niet alleen op de beheren, maar dat samenbrengt en zegt maar. Vanuit de expertise die we nu hebben, is dit het verhaal. En tijdens de crisis kan het allemaal wel anders zijn en dan pas je dat weer aan. Wil nog iemand daar hier iets aan toevoegen? Nou, niet zozeer hierbij, maar ik vraag me af of de term continu wel goed gekomen is. Dus ik moet langzamerhand naar een volledig inzicht van je waterkeer. Het bovenliggende term. Continu is maar één van de onderdelen. Als je zo luistert, luistert. Ja, is het jouw plaatje een volledig beeld? Ja, dan trek je je conclusie pas. Ja, dus ik vraag me af of de term continu langzamerhand niet vervangen moet worden.
Oké. Maar staan even volledig. Ga ik bij een discussie over beginnen wat volledig is. Maar ja. 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 Ja, ik vind namen altijd integrerend, zeg maar. Hè? Want het is altijd. Suggesties wel. Dus dat, ja, misschien een kleine reactie. Kijk, nog even over die discussie over de WK-regels. Ik denk dat dat vrij simpel kan zijn. Door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie worden WK-regels ontwikkeld. Het zal niet zo moeten zijn dat je binnen een apart iets gaat concurreren met een kennisontwikkeling die daar plaatsvindt. Het is al moeilijk genoeg om een overzicht te houden met wat er in de POV's gebeurt en wat er rechtstreeks door de WK-regels wordt gefaciliteerd. Dus ik denk, daar wordt de kennisontwikkeling, dat leidt tot WK-regels en van die WK-regels maken we gebruik. Ontwikkelen van eigen kennis op dat gebied lijkt me niet gepast. Dat zou niet ja, dus er staat hier ook waarom investeren, is dat niet waar? Of ik dacht dat de discussie even leek te worden van dat ik kan meteen afkappen. Vanuit een andere rol. Ik kan me voorstellen als daar verschillen in zitten, dat het voor Rijkswaterstaat bijzonder interessant is om dat te begrijpen, zeg maar. Van waarvoor mensen dat nou niet, want dan is dat weer input voor. Natuurlijk. Het feit dat waterschappen beslisbomen gaan ontwikkelen en zeggen als het minder dan een factor 2 afwijkt van het sommetje met de norm, dan doen we niks. Dat is natuurlijk ook een beeld waar we trots op zijn. Dus dan wil je wel je rekening even nog wat perfectioneren, zeg ik dan. Nee, maar dat was ook zeker mijn idee was juist dat die rekening dat niet binnen continu inzicht doet, maar je wil wel dat mooi is en met een viewer wel die twee werelden met elkaar verbinden, de rekening te zijn die je toepast. Dat zou heel mooi zijn. Maar het idee is dus om wel binnen de viewer die fertility curves standaard te kunnen berekenen. Die maken gebruik van vastgestelde, vigerende rekenregels. Maar ik denk dat het territorium van continu inzicht begint bij het maken van die fertility curves. Op basis van die rekenregels. Ja, nou, en het kunnen aanpassen ervan. Hè? En maar naarmate je meer aanpast, dan denk ik de reflexes zijn van hey, wat hebben wij die fertility curves goed gemaakt? Of zit er goede kennis erin, zeg maar. Hè? Dus dat is in feite de lange termijn cyclus die je dan gaat doorlopen. Hè? Dus dat, waarmee je dan of naar Rijkswaterstaat kan, of naar zelf voor de schematisatie. Of erachter komt dat het misschien toch zo is. Ik hoorde straks ook nog over het blauwe, zeg maar. Voor het oordeel zullen we als beheerder dan overhoelen, hè, de rekenregel. Maar de uitslag daarvan is ook een soort indicator van in hoeverre je de data op orde hebt. Dus die rekenregel heeft ergens een parameter als basis om op die niet kloppende uitslag te komen. Maar dat geeft wel een indicator van er is iets mis in je basisgegevens, waardoor die uitslag er is. Dus het overhoelen in de praktijk naar je oordeel is helder, hè. Dan moet de beheerder in zijn kracht staan. Maar het kan ook helpen om die data op orde te krijgen. Zeker, zeker. Dus dat is dus die cyclus die ik net noemde. Hè? Van, als je dat. Dus niet zozeer de rekenregel bijstelt, maar de input. Zeker, je schematisatie. Ja, 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 ja. Ik heb in het verleden met beheerders samengewerkt. En wat mij verbaasde is dus dat het beheerdersoordeel een van de belangrijkste beoordelingsmethoden is die we hebben. En de jongste van de beheerders die was 20 jaar in dienst en de oudste twee die waren boven 35 jaar in dienst. En dan zie je dus hoeveel informatie ze weten over de dijk. Ongelooflijk veel. Dat je ook aan de achteraf zegt van je moet eigenlijk aan de voorkant met de beheerders praten voordat je gaat rekenen. Maar tegelijkertijd, nu hebben we steeds meer korte loopbaanperiode. Als je 5 jaar bij een bedrijf bent en dan ga je weer een andere baan zoeken. Hoe groot is de kans dat de kwaliteit van onze beheerders in de toekomst toch weer zo goed is als wij bij Leo had het over vertrekkende beheerders waarvan dus een kennisoverdracht moet plaatsvinden. Dus hoe gaan we dit regelen? Verbieden om ontslag te nemen. Zo. Of geen van de rom. Een betere beloning. Ik zou kiezen voor een betere beloning. Betere beloning. Waardering van het specialisme, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja. Ik vraag me af. Ik denk dat alle waterschappen wel beheerders zullen hebben. Maar hoeveel zijn dat? Hebben we allemaal nog een eigen onderhoudsdienst? Hebben we allemaal nog een crisisbestrijdingsdienst? Zijn dat kantoorfuncties en doen aannemers dat? Ik denk dat er heel veel verschillen in zitten.
Ja, ja, in welke mate is het uitbesteed? En, dit is wel iets zelf. Er ligt in deze discussie, onze buitenbeheerders zijn erg belangrijk, maar ik zie hier als beheerdersvoordeel wat breder dan alleen onze buiten- en onderhoudsmensen. Ik zie het zeg maar als met z'n allen. Volgens mij zijn wij een waterkeringbeheerder met vanuit verschillende invalshoeken en met precies heel veel kennis die we samenbrengen. Dus ik zou dat ter beheerdersoordeel niet alleen willen hanteren voor de mensen die buiten lopen, maar dat ja, mijn beeld hebben. Ja, dit is het eindoordeel. Ja, ook ja het gaat om de praktijk samen te maken. Ik denk dat we kunnen concluderen, dus over hoe we nou al die, zeg maar, die kennis uit de praktijk samenbrengen en dat meenemen in het eindoordeel, hè, dat daar gewoon nog grote uitdagingen en we gaan ook zorgen hoe we die kennis op peil houden. Maar ook dus, hoe we die kennis bijbrengen voor die extreme situaties die we nog nooit hebben meegemaakt. Want ook dat is denk ik een punt. Hè? En ook het punt van dat je al 5 of 10 dagen op die tijd loopt en dag en nacht bezig, hoe scherp het helemaal. Ik wil doorgaan naar de volgende, naar informatiemanagement, want die is nummer 2. Dus we klikken even door tot we bij de stelling zijn van informatiemanagement. Te laat. Ja. Anders is het natuurlijk altijd het meest interessant. Wie heeft anders? Zoals ik, maar ik drukte verkeerd. Wat had je eigenlijk willen drukken? Ik zag 4 vingers, dus eentje was te laat. Maar... Ik had eigenlijk op de blauwe willen drukken. Op de blauwe willen drukken, oké, waarom? Je ziet dat er binnen projecten wordt heel veel gegevens verzameld. En daar wordt er wat mee gedaan. En uiteindelijk komt het in een hele grote database. En als er weer een vervolgend project komt, dan is die data er wel. Maar ik werk dan zelf bij een ingenieursbureau. En om die data dan bijvoorbeeld weer goed overhandigd te krijgen, in plaats van dat je de hele GIS-omgeving op de schutting gooit krijgt. Ja. Dat is het punt waarom ik op dat knul Ja, herkenbaar. Hè. Vera, je had ook... Ik had ook gehoord dat ik was voor 1 en 2. Je was voor 1 en 2? Ja, want de eerste data centraal ontsluiten, dat is ook wel, als we die rekenregels willen verbeteren uit de theoretische kant, hebben we die praktische input nodig. Waarvoor we dat, denk ik, gewoon centraal in Nederland veel meer met elkaar moeten delen en ontsluiten. Zodat de Rijkswaterstaat die de rekenregels maakt, dat ook op basis van praktijk kan gaan doen. En die tweede heb je daarvoor nodig. Dat in ieder geval je parameters, ook in zowel je inspectie als je beoordeling, als je straks je ontwerp, dat het niet steeds andere parameters hoeven te zijn als het niet nodig is. Ja. En pas dan kan je toe naar het meervoudige gebruik en die processen aan elkaar koppelen. Dus daarom had ik ze allebei. Allebei, oké. Ik heb daar anders, maar de telefoon is een auto. Ja. Dat is ook vaak. Ik denk dat je heel snel moet investeren in informatiemanagement. En niet alleen vanuit de techniek, vanuit de waterveiligheid. Maar gewoon omdat de maatschappij erom vraagt. De omgeving zegt een probleem. En heel eerlijk gezegd, ik vind de datatoestand van waterschappen nog mijlenver achterlopen bij heel veel andere maatschappelijke sectoren. Dus er is echt nog heel veel te doen. Bij de ingenieurs, de waterveiligheidswereld en waterketen, dan zie je dat er heel veel vakinhoudelijk gebeurt. Dat het steeds beter wordt. Maar als bedrijven lopen we vreselijk achter. Ik zie bij Robert staan data onderhouden voor iedereen. En daar word ik wel op getriggerd. Ik herken heel erg van het project. Dus in projecten data opbouwen en inventariseren. Maar bij het volgende project gaan we vaak binnen Rijkswaterstaat praten over check-op-check inspecties, om het maar te actualiseren en vertrouwen die gegevens nog wel. Dus het onderhouden in lopende processen tussen de projecten in, hè, dat vind ik wel een belangrijk aandachtspunt. Dat zit in die rode. Want nu doe je dat vooral per project. Ja, en als geen project is, doe je het een ander proces voor onderhoud met een andere database. Hè? Dus ja. Die koppeling. Ja, dat is denk ik ook een beetje wat Vera bedoelt. Wie heeft de blauwe ingevuld, een eenvoudig gebruik van data en wil daar nog toelichten?
moeten er 11 zijn. Hebben mensen zich bedacht? Ja. willen wij vanuit de cases hier nog op reageren, Peter, Leo of Henk? Wat ik met Oscar heb, bij Delftland heb gezien, en Peter noemde het net ook al, hè, in de vervolgstappen, jullie hebben 1100 kilometer geïnspecteerd. En nou, je hebt dan iets beter ruimte op het beeld. Hè, en eigenlijk wil je gaan kijken van, ja, als we nu wat minder gaan inspecteren met die spijindex, komt dat overeen met de meldingen die we hebben gehad uit het gebied, hè, om die vertaalslag weer te gaan maken. En kun je iets, hebben jullie er al over nagedacht hoe je met die informatie omgaat, zeg maar, hoe je dat ziet in de toekomst? Dit jaar gaan wij de spuitentour gebruiken en op die basis kunnen wij de informatie verzamelen en analyses doen. Dus op dit moment kan ik weinig zeggen. Ja. Maar die hele cyclus met feedback en zo en waar en uit veld om dan weer te gaan verbeteren, dat is wel. Precies. Ja. Ik zit nog even te denken. Ja, waarom investeren vanuit in informatiemanagement ook vanuit onze case? Maar het gaat er wel om dat je eigenlijk. Ik had eerder wat ontwikkeld, eigenlijk heel plat gewoon kaarten van welke waterstanden ten uitgezet tegen 95 ten opzichte van de normwaterstand, waar zit de zand mee voor de wellen. En toen bedacht ik van nou, dat is handig om met de ACW op te hangen. Later bedacht ik, nou is misschien even niet zo handig, want er zit wel echt een duiding, er moet echt aan zitten. Maar zelfs als specialist moet je ook gewoon zorgen dat je gezamenlijk het beeld hebt. Dat je één verhaal uit kan stralen. Dat niet even toch weer tijdens hoogwaterwisseling van de wacht, dat iemand anders tot heel andere conclusies komt. Ja. Ja. En ik denk wat ook belangrijk is, stel dat er straks hoogwater is, dat bijvoorbeeld, dan ligt er het rapport van de toets in, kans 1 op 7, en je hebt ineens 100 jaar hoogwater. Nou, dan gaan natuurlijk gelijk alle alarmbellen af, want we moeten lang geëvacueerd hebben, want de boel staat onder water in feite. En je hebt het oordeel van wat we in feite nu hebben gemaakt, hè, met de expert toeslag. Hoe ga je nou zorgen dat goede informatie daar op tafel komt? Hè? En dat er dan andere informatie komt, dat je dat in ieder geval kan duiden van nou, dat klopt niet of zo, hè? Of dat is nu niet vastbaar. Dat is wel grappig, want informatiemanagement, dat management, dat wil ook zeggen dat je op een verstandige manier en volgens een bepaalde aanpak met informatie omgaat. Hè? Dus we hebben het hier over inhoud van informatie, maar ook het managen van je informatie. Zodat het valide tijdig is, door de juiste duiding krijgt, door de juiste mensen wordt gebruikt, op de juiste manier wordt opgeslagen. Dat is wel vrij cruciaal. Ja. Dus het aspect management in deze term. Is ook heel belangrijk. Ja. Ja, misschien wel een beetje onderbelicht nu nog. Ja, daarom noem ik hem even. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb niet meegedaan met deze code, maar ik zou zelf ook blauw hebben gestemd. Want ik denk ook dat data, zeg maar, een middel is om beheer, de wereld van beheer, zeg maar, en de mensen de beoordeling of de toetsing uitvoeren bij elkaar te brengen. Dus meervoudig gebruik van data kan niet zonder dat mensen de verschillende werelden met elkaar gaan praten. En daar valt volgens mij heel veel winst te halen, want er is een hele bak met data en kennis. Vanuit beheer is het zeg maar, je kan geen beoordeling doen zonder eerst met de beheerders te gaan praten eigenlijk en samen over die dijk te lopen en wat zie ik nou en wat weet ik nou. Maar andersom is het resultaat van die beoordeling ook weer de input voor het beheer, voor het handelingsperspectief. Dus waarom moet je bijvoorbeeld nou vaker of minder vaak gaan maaien, wordt een bepaalde schade die is waargenomen door de inspecteur die op de dijk loopt niet binnen een maand opgepakt, maar ligt hij er volgend jaar nog als die beheerder weer over die dijk loopt. Dus het is ook een stukje begrip denk ik voor elkaars werk. Dus daarom denk ik dat het goed is om hierin te investeren. En anderzijds zie ik ook nog wel van als je hierin investeert, en je voert de beoordeling uit en je kan aantonen dat je afgelopen 12 jaar hebt aangetoond dat die kering op orde is. Ja, waarom zou je dan eigenlijk opnieuw de beoordeling nog moeten uitvoeren? Want je hebt laten zien dat, dat je beheer op orde hebt. Dan
kan je natuurlijk altijd zeggen, ja, maar de regelregels zijn veranderd of de hydraulische belasting is veranderd. Maar dat is volgens mij voor het waterschap, degene die de veiligheidsbeoordeling uitvoert, gewoon ook heel veel winst te halen. Dus dan zo heb je ook die beloning, denk ik. En je bent minder kwetsbaar, hè, als we constateren dat mensen steeds korter in je functies zitten. Kennis stroomt dan uit. Maar aan de andere kant, als je de kennis registreert op de data en de informatie in systemen, dan ben je dus ook minder kwetsbaar als organisatie. Oké. Ja, ik denk heel veel over gezegd. Grote uitdagingen, hè? Informatiemanagement, verzamelen van de data, omgaan met de data. Hè? Dus het duiden, zorgen dat de goede informatie op tafel ligt. Er is heel weinig geïnvesteerd in duiding van kansen en risico's. Wat denk ik ook ergens tegen omgaan, hè, met de informatie. En ook wat minder in leren werken en crisisbeheersing. We hebben ook stellingen voorbereid, maar misschien moeten we het gewoon even zo doen. Waarom hebben jullie daar niet in geïnvesteerd? Of in ieder geval minder. In principe, als de rekenregels goed zijn of geoptimaliseerd zijn, je hebt een goede beheerdersoordeel, dan komt het vanzelf dat je een betere leiding hebt. Oké, dus dan zeg je tegen de burgemeester, dat is nu 26% faalkans. Wat ik bedoel. Nee, nu hebben mensen het probleem om een duiding toe te lichten van waarom is de valkans 1 op 25, bijvoorbeeld. Maar stel dat de rekenregels al geoptimaliseerd zijn en je hebt een beter beheerdersoordeel en dan kom je toch iets dichter bij de werkelijkheid, dan kun je dat ook beter toelichten. Dus ik denk dat aan de voorkant flink aangepast kan. En dan is het makkelijker om zo'n getal als het ware te accepteren, want het is ook te lichten. Vertrouwen erin dat we dat goed betalen. Ja, vind ik mooi. Wie wil dan nog meer iets over? Misschien die kant van crisisbeheersing inderdaad. Ja, dat is een van de toepassingen van je continu inzicht. Als je de basis hebt van je inzicht, gebruik je dat voor zowel je beheersonderhoud, voor je inspectie, voor je en voor je crisis. Dus ik zou dan is dat hooguit de duiding of de slag die je nog over je inzicht haalt van oké, welke keuzes maak ik dan gegeven dat inzicht wat ik heb. En die zijn wel bij die drie processen anders. Dus ik vraag me af waarom er dan daardoor focus juist daarop zou moeten liggen. Nou, het woord duiding zit natuurlijk niveau en leren werken zit meer juist dus op die werkprocessen die toch een eigen cultuur hebben, zeg maar, die je dan misschien wat andere informatie gaat geven of dat de werkprocessen anders ingericht worden. Hè. Dus als je vanuit risico's kijkt, kun je ook op het werk gaan kijken naar rampenplannen. Hè. Of je gaat zeggen, we gaan in het jaarplan voor beheer en onderhoud, dat gaan we op het jaarbudget gaan we anders instellen. Inzetten, want we weten dat het daar echt uitmaakt voor het risico. En hier laten we gewoon de boel versloffen. Korte de keuze maken op dezelfde basis. Ja, maar de vraag kunnen we dat dan wel accepteren, zeg maar. Maar als ik hoor jou dan ook zeggen, als we daar gewoon dagelijks al op die manier van kijken, of naar kijken en ermee werken, dan gaat dat in die werkprocessen vanzelf. Goed. Is dat dan wat jij... Ik denk dat als je die in de basis goed hebt geregeld, dan maak je voor die verschillende werkprocessen zelf weer de interpretatie hoe je dat dan in de praktijk je keuze stelt. Ja, maar dat is dan wel wat makkelijker en daarom is investeren wat moeilijker. Ja. Ik denk zelf dat door wat eigenlijk al door het informatie als je daarop investeert, investeer je eigenlijk op processen in je organisatie en daarmee ook op de data en dat komt eigenlijk allemaal samen. Dus het hangt aan elkaar vast. Het is het een of het ander. Het is allemaal. Ja, oké, je krijgt het waar op straat. Oké, vind ik mooi. Ja, misschien toch even, ik had daar wel op geïnvesteerd, ook. En dat is een beetje wat Gert zei het ook al eerder. Dat je in ieder geval, ik zit met een bestuurder aan tafel en dat je dan duidingsvragen krijgt. Want dan denken wij dat we de zaak goed op orde hebben. Hè? We weten waar we op investeren moeten, datamanagement, bla bla bla. We hebben een oordeel af kunnen dijk en daar komen dan uitkomsten uit, numeriek, die je dan niet kunt uitleggen. Ja. Dus dat vind ik nog wel vanuit ook het verhaal naar de buitenwereld. En als we ook aan de slag gaan, dat je het verhaal hebt, de duiding ook in
totaal. Ja. Want als ik aankom met van ja, die dijking gaan we versterken. Ja, want de valkant is 1 op 7. Ja. Ja. Dus zo had ik hem opgepakt vanuit die invalshoek. Ja, ja, ja. Dat is misschien niet de goede invalshoek, maar dat is wel een concreet vraagstuk. Nou, dat hoort er denk ik wel bij, want je voelt het de klomp aan als je zo'n grote faalkans uitrekent. Ja, dus ik denk, ja, waar kan dat nou? Daar heb je een verhaal bij en dan kunnen we wel zeggen, ja, basisprocessen en orde, maar dat getal komt wel uit. Ja. Nou. Ja, en de vraag is, moet je dan misschien wel een getal presenteren of een soort klasse? Nou, ik heb dus geroepen, ik was een week in dienst, ik zei nou, ik doe gewoon stoplichtmodel. Maar goed, daar was niet iedereen mee eens. Hè? Weet je dat? Daar heb ik je vanaf gepraat. Daar heb jij me vanaf gepraat. Dat kun je niet maken. Dat doen anderen ook niet. Nee, dat zei je niet alleen. Je zei nog veel meer. Maar het was week 2 of zo. Ik zei, ja, wat is dit voor onzin? Gewoon rood, afgekeurd, klaar. Dat moet wel. Nou ja. Maar in tussenvorm hebben we... Ja. Groter of kleiner. Ja, ja. Nee, de discussie is natuurlijk heel genuanceerd. Ja, ja, maar het is wel grappig. Maar het is volgens mij de duiding ook voor je geloofwaardigheid. Hè? Ja. Dat is dan wel van belang. En natuurlijk heeft dat te maken met welke omgeving je zit. Ja. Oké, mooi. Ja. ik denk dat we... het is 10:12, dus ik denk dat we naar een afsluiting gaan. Als mensen allerlei detailvragen hebben of willen zien hoe die... Hoe dat werkt in die applicatie, zeg maar, want dat visualiseert gewoon handig in de viewer om dat hele abstracte verhaal op te houden. Dan kan straks, als we klaar zijn, kan Marit of ik of Leo of Henk, die kunnen het allemaal laten zien, hè, dus dat kan niet, maar het is een hele afsluiting. Ja, Bart, bedankt voor het opwerpen van zoveel leuke vragen. Het is jammer dat we niet allemaal konden behandelen, want het is zo goed om gewoon de belangrijkste in te zoomen. In een poging om dan toch vooral de discussie nu een beetje samen te vatten. Ik denk altijd het goede komt in 3, en of het nou een driehoek is of die cirkeltjes. Maar ik zag wel 3 componenten. Ik heb het heel storig opgeschreven. Maar ik vond aan de ene kant die confrontatie tussen de rekenregels en het beheerdersoordeel. En toch van sommigen wel een pleidooi voor de inspecteur buiten. En ik beschouw mezelf iets meer een rekenaar dan een inspecteur. En dan denk ik, nou, leuk die inspecteur buiten. En dat hij inderdaad ziet dat er ergens het water over de dijk begint te lopen, dat is ook wel heel goed waar te nemen. Maar die stabiliteitsverlies, dat is gewoon voor een deel de grondwaterstand van binnen in de dijk. En als je ziet bij Wilnis, bij Stijn, bij de Bezwijkwesten, bij Leen de Boerpolder, hoe snel dat stabiliteitsverlies optreedt. Dan moet er een knappe inspecteur zijn om dat van tevoren te kunnen voorspellen en dan ook maatregelen te durven adviseren. Ten opzichte van het wachten van het zien van de eerste scheur. Want dan ben je voor mijn gevoel nog maar een paar seconden weg bij het daadwerkelijk bezwijk. Ik zie dat nog wel een beetje per faalmechanisme een verschil in staan. En dan denk ik is het hebben van die fragility curves, dus van tevoren weten vanaf welke waarde van een grondwaterstand of van een andere relevant kenmerk worden kritiek en je kunt die meten en je ziet hem stijgen naar zo'n waarde, dat die inspecteur wel heel erg kan helpen. Maar wat ik zei, dat hangt dan wel een beetje af ook van het faalmechanisme. Wat ik daar wel van belang vind om dan toch nog die bezwijktest in alleen de boerpolder te noemen van STOA. En het gaat ook om hoeveel vertrouwen heb je in de fysica van die rekenregel. Dat stabiliteitsverlies, dat konden we gewoon vrijwel perfect voorspellen. En niet alleen het moment waarop dat zou gaan gebeuren, maar ook met de vorm van het glijvlak. Dus dat gaf heel veel vertrouwen in die rekenregel. Alleen dan hoort vervolgens wel de kanttekening. Dat was het best bekende profiel van Nederland. We hebben heel veel onderzoek gedaan en we konden het vlak van tevoren monitoren hoe die ging gedragen, of het ongedreven gedaneerd zou zijn, et cetera. En wat ook letterlijk de woorden van die professor waren, het onderzoek begeleid is. Van ja, met gemiddelde waardes en met een goed bekend profiel werkt het perfect. Maar als het gaat dat je met minder gegevens zou moeten gaan schematiseren, je gaat veilige waarden kiezen voor sterkte of gedrag of noem maar, dan kan die berekende stabiliteitsfactor weer alle kanten op gaan. Dat laat veel meer een pleidooi voor schematiseren dan voor de rekenregel. Voor dat faalmechanisme, dat is toch een makkelijke kanttekening. Er zijn faalmechanismes waar we de fysica nog iets minder goed van. Maar in ieder geval, dat vond ik het spanningsveld tussen rekenregel en beheersorde. En ik denk, het moet allebei goed zijn, dat zal per faalmechanisme afhangen. Hoeveel vertrouwen heb je in de rekenregel? Hoe kun je het voorspellen? In welke mate heb je toch behoefte aan die man of vrouw op de dijk. Wat er dan bij die fragility cursus vond ik wel van belang is, dat is gebaseerd op een veronderstelde toestand buiten. En die toestand buiten moet je dan nog wel goed kennen.
En los van dat je die misschien een keer hebt ingemeten, zie je dat een dijk al aan degradatie onderhevig is. De weerstand van de boezembodem kan afnemen, van een kanaalbodem, er is dan wat meer verweging elke keer in ieder geval. Dat de stijghoogtes langzaam toenemen, hoeft het geen hoog water te zijn, kan een dijk nog steeds door bezwijken. En zo zijn er meer kenmerken die de sterkte van de dijk kunnen ondermijnen. Dus het hebben van de utilitycursus 1, maar het blijven in de gaten houden van wat is met een dijk aan het veranderen en welke mate degradeert hij, is ook van belang. Dus in de situatie buiten zul je ook heel goed in de gaten moeten houden en ook weten waar is mijn dijk kwetsbaar voor. En dat zal per soort dijk verschillen. En ik weet, morgen is er een workshop over van een onderzoek wat STOA daarna heeft gedaan. En je ziet voor een 1700 type dijken hoe kwetsbaar ze zijn voor een aantal degradatieprocessen. Ik zou haar zeggen, kom morgen ook naar die workshop. En ik vond dat wel een beetje relateren aan jouw gedragswetenschap. Dat je toch nadenkt, ja, hoe gedraagt die dijk zich nou? Dus daar zag ik wel een parallel. En dan het derde punt van de driehoek dan. Dus inderdaad monitoring. Het is wel leuk al die curves. Het is leuk dat je weet waar een dijk kwetsbaar voor is. Maar hoe weet je nou wat er dan buiten op dit moment aan het veranderen is? En daar denk ik, daar komt die monitoring die we al eerder noemen. Je moet dan wel heel goed het buitenbeeld van kennen. Anders is het nog steeds niet helemaal een compleet beeld. En dan heb je het allemaal rekenkundig voor elkaar met je inspecteurs. Maar als er een muskelzak begint te begraven of er is een stuk bekleding die waterdicht was leek geraakt, dan begint het toch langzaam iets te veranderen. En dat zou je willen monitoren. Op een manier dat het snel tot de organisatie doordringt. Dus dat was een beetje, het, denk ik, in een soort poging om het in drieën in te brengen. Een samenvatting van wat ik met name in de discussie allemaal gehoord heb. Dan een beetje afrondend, hè, want continu is eigenlijk gewoon een soort tool. Met een app waarin je een viewer hebt. Een aantal waterschappen vonden het leuk en Rijkswaterstaat leuk om daar met een bepaalde case aan mee te doen. Mocht je zelf dat ook willen of met een ander thema aan met een case willen meedoen. Het idee is dat het een soort open source-achtige structuur kent. Dus je kunt ofwel in ieder geval iets kopiëren en implementeren in je eigen gebied, maar je kunt ook met een andere case meedoen. En dan de viewer nog verder aanvullen met nog meer tools. En dan voor de duidelijkheid, de Rijkswaterstaat heeft daar zelf geen geld voor. Maar als je het zelf financiert, plakken wij ons ticketje op dat het een NKWK product is. Maar in het kader van de verwachtingen schep ik dat wel goed om. Duidelijk te stellen. Dan, tenslotte hoop ik dat jullie in ieder geval geïnspireerd zijn met al deze informatie over continu inzicht, over het project wat we hebben gedaan. En, misschien kan iemand nog inspiratie roepen, of gaat het dan, ben ik dan veronderstel ik dan te veel enthousiasme over geïnspireerd raken in een ochtendje? Ja? Ja, naast de omgeving uiteraard. Ik ben met name geïnspireerd op het stuk hoe je het hebt weten praktisch te maken en wat we ermee kunnen. Dus je had de verwachting inzicht en wat kunnen we dan met dat inzicht? En juist die koppeling naar bijvoorbeeld vanuit de toetsing naar het weer, dus juist het vervolgaanpak daarmee, dat is wel waar ik door verrast ben vandaag. Okay. Geïnspireerd geraakt van de tegels? Vraag maar de ervaringen die Leo noemde, willen bij laagwaterstand en dat soort dingen, ook de beheerders ervaringen in het model kan opnemen, zodat we mensen te interviewen. Dat er een idee is. Ja. Ja. Ik denk dat het wel een beetje duidelijk is. Dan sluit ik af en dat nog even wel de sprekers met een klein bedankje naar voren roepen en dan zijn we helemaal klaar om te gaan.